thuis. Eindelijk thuis. Shauni is veilig thuis. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Daar ben ik weer, jullie enige echte Zeep. Welkom terug en dankjewel voor het klikken op deze video. In de vorige aflevering zijn wij door de... door een mountain pad gegaan, achter Gonde Petit. En ja, daar hebben we dus zeg maar nog een troll gevonden. Zijn we erachter gekomen dat Shauni ook dus zeg maar edeljons kan gebruiken. Wauw, Shauni, je bent een powerhouse. En ja, sorry van die towel reference, maar die moest ik ook nog even. Dus ik bedoel, we hebben de towel bij ons. En we zijn in deze aflevering dus eindelijk terechtgekomen bij Shauni's huis. Zeepie, dit is mijn huis, Madame Sari. Je leeft hier? Het is een hoop puin. Hoe zeg je dit vriendelijk? Zelda? Deze plek is een ruïnes. Yep, dit is Madame Sari, het dorpje van de verloren summoners. Kupo, 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 popo. Mosha, moko, chimomo. Ja. Momatoos, Morrison. Heb je iets met M-naam of zo? Waar is Smog? Nee, Smog opgegeten. Smog! Ach, kijk nou toch eens. Kupo. Nee, ik ben niet boos. Maar laat me nooit meer achter, oké? Kupo. Het is een afgekeurde Pokémon als je het zo hoort. Zeepie, volg mij. Oké, Shauni, maar je hebt ook nog de Towler en Zelda. Ik ben niet de enige die hier zit, hè? Oké, aan het werk, jullie. Kupo, jawel, mevrouw. Mok, jij blijft hier met mij. Kupopo. Oké, kom op. Kupo. Echt zoveel gekupo. Kupo. Echt serieus, is die moeder nou net in je jurk gegaan? Yep, Mok blijft altijd bij mij. En hier demonstreert ze het nog een keertje. Kupo. Mok, ik kies jou. Mok, doe je pompon aanval. Zeepie, kom eens hier zitten. Hey. Vertel me eens wat meer over jezelf. Vertel me. Oké, nou ik wil ook wel meer over jou weten, Shauni. Echt waar? Oké, om mee te beginnen. Die edeljon. Waar ben je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat vind je leuk om te doen? En waar ga je naartoe? Nee. Wat ik wil weten is... wat voor voedsel vind je leuk? Lekker. En wat voor edeljons hou je van? En moogles? En hoe ben je hier terechtgekomen? En lus je koffie? Drink je het zwart? Of gebruik je suiker? Wat vind je van de opnames met de touwen? Vind je die gezellig? Oké, sorry. Ik heb nog nooit iemand zoals jij ontmoet. Ik weet het, ik ben knettergek. Zelda? Wat is er mis? Je kijkt me gewoon een beetje versurfd. Oh, het is niks hoor. Heb je koorts? Je hebt geen verhoging. Ben je jaloers? Waarom zou ik jaloers moeten zijn? Zijn jij en Zelda echt alleen maar vrienden? Lijkt meer alsof jullie meer zijn. Nou, we zijn getrouwd. Ja, we zijn meer dan vrienden. Dus, wat zijn jullie? We zijn een team. Een team? Ja, een team. Touder is ook een deel van het team. Waar is hij naartoe gegaan? Is het een beetje hetzelfde als ik en de Moogles? Ja, een beetje laatst dat. Ja. Ja. Alles is schoon, Kupo. Oké, dank je, bootje. Ik zal dadelijk eraan komen. Nou, dat is fijn om te weten. Ik heb beginnen met koken. Als je iets wil eten, dan kom je naar mij toe, oké? Oké, Shauni. Er is nog steeds dingen die ik eigenlijk haar wil vragen. Laten we haar uitnodiging accepteren. Oké. Ik roep jullie wel wanneer het voedsel klaar is. Niet te ver weggaan, hoor.
Oké, nee, want we hebben weer een ATE. Maar hier ligt sowieso een Libra. Dat is weer voor een beetje een sidequest die we kunnen doen. Of moet ik zeggen eerder een saaie quest, want deze is nogal saai. Dus, maar goed, we hebben dus Taulus gevoelens. Meneer 288 vertelt me dat ik snapte wat het betekent om te leven en te sterven. Maar dat is alleen maar omdat ik dacht stoppen was anders dan doodgaan. Ik denk niet dat ik echt weet en snap wat het betekent om dood te gaan en te sterven. En te blijven leven. Sorry, ik lees verkeerd. Where do we come from? Where do we go? Where do we go back and where we die? Oké, die moest gewoon... Nee, waar komen we vandaan? Gaan we terug naar de plek waar we vandaan kwamen als we doodgaan? Dat is een goede vraag. Ik bedoel, als dat is wat het betekent om te leven, dan vraag ik me eigenlijk af waar ik vandaan kom. Waar zal ik eindigen wanneer ik sterf? Waar zou ik heen gaan? Oké, sorry. Waarom bibber ik? Wat is dit wat ik voel? Ik heb geen idee. Maar het is wel diep alles wat hij daar eigenlijk aan het tellen is. Blijf jij hier gewoon zitten? Ik ben een beetje moe. Nou, sorry hoor. Well, excuse me, Zelda. Taulus. Zullen we aan Mario Kart 8 gaan doen? Of misschien Skywars? Of misschien maar... ik wou zeggen Mario Kart, maar die zei ik al. Of misschien GTA 5? Is er iets mis? Oh nee, het is niks. Ik zat gewoon na te denken. Nou, probeer niet te veel na te denken. Probeer wat te rusten. Oké, dankjewel, Zeepie. Oké, we hebben nog meer. Zelda's gevoelens. Taulus gevoelens, Zelda's gevoelens. Niemand wil over mijn gevoelens praten. Een dorp vol met summoners. Ik had over hem gelezen in een boek. Dat je zeg maar de kracht om edeljons zou kunnen gebruiken. Edeljons. Weet dat ik dat weet, dat er een edeljon had, bracht me geen enkele blijheid. Moeder heeft me gevangen genomen om de edeljons te kunnen jatten en daarna te kunnen gebruiken als een speelgoedje voor het oorlog. Ik dacht dat ik mijn edeljons zou vermoorden. Of als koetjes ze zou gebruiken alleen maar voor de oorlog. Maar nou dat ze weg zijn, voel ik mijn eigen niet meer. Ach, arme Zelda. Waarom denk ik aan dit allemaal op dit moment? Het moet deze locatie zijn. Deze locatie voelt bekend op een of andere manier. Stay away from the summoner! Oké, sorry, dat was een Final Fantasy 10 grap. We kunnen nog niet naar binnen toe gaan, aangezien dat... ze is nog bezig met koken, zover ik heb begrepen. Maar jeetje, wat is hier een rotzooi. Ik denk zeker dat het al zoiets is voor 10 jaar. Ik bedoel, wat wil Shawnee ons te eten geven? Oké. Verplichte Shawnee feeling. Wat is het vandaag? Nationale feeling day? Ik word hier niet vrolijk van. Dank jullie wel voor het schoonmaken. Jullie hebben het geweldig gedaan. Een schoon huis is heel erg belangrijk om mijn held Zeepie binnen te ontvangen. Maar hier begint echt de echte uitdaging. Ik denk niet dat Zeepie en Zelda aan het daten zijn. Wat? Zelda is veel te langzaam om Zeepie's moves te vangen. Shawnee, daar moet jij niet om druk maken. Dat betekent dat er genoeg tijd is voor mij om daartussenin te vroeten. Shawnee, hey, afstand. Ik ga iets lekkers maken voor Zeepie. Dan kan hij zien hoe goed dat ik ben in huis. Kupo, dat zal misschien goed werken als je goed voedsel maakt. Maar Shawnee, jij serieus, je verpest al het eten wat je eigenlijk maakt. En we hebben nog niet eens voedsel in voorraad op het moment. Ik weet het, wat hebben jullie trouwens in één keer een zware stem gekregen? Maar ik weet dat ik het niet mag verpesten, dus daarom gaan jullie me allemaal helpen. Nee! Dat is toch al brutaal. Keihard, nee. Nee, luister, ik ben moe. Jullie gaan allemaal helpen! Ik heb mijn beste voedsel maken. Steen, gevuist, aardappelstampot. Ja, dat is lekker. Maar de laatste die je maakte was echt zo slecht. Ik dacht op mijn pompon eraf zou vallen. Serieus? Gewoon stampot? Ja, wacht. Ik denk dat ik iets anders nodig heb. Wat denken jullie aan?
Wat dacht je van vis? Vis. Dat smaakt heel erg goed, zeker als je het goed barbecueert. Die foto's er ook bij. Dat klinkt goed. Oké, onze menu is aardappelstampot gevuld met steentjes en gebarbecueerde vis. Laten we eens kijken. Wie moeten we gaan vissen? Oké, nou dan krijg je dus zeg maar een beetje, dit hoort nergens bij of zo, maar dit heeft een beetje van dat je zelf mag kiezen wie wat doet en ja, het maakt niet echt zoveel uit wie dat je wat laat doen. Dus ja, dit is gewoon een beetje onzin. Als je het mij vraagt. Opa, ik wil niet meer alleen zijn. Help me, alsjeblieft. Ah, ja, vergeet niet. Shawnee die heeft dus, ik weet niet hoe lang, al daar alleen tussen de moogles gezeten. Nooit eigenlijk met levende personen. Oké, ja, je had een paar dwergje in de hoek zitten, maar... Ja, dat lijkt me nou ook niet echt om eventjes daar ooit te zeggen. En de enige manier om aan voedsel te komen is af en toe een keertje bij hun, zeg maar, voedsel te jatten. Dus als we hier naar binnen willen, dan is het van... Alsjeblieft, wacht eventjes. En dan moeten we dus wachten en dan gaan we dus naar de Edeljonwal, die er ook te vinden is. Oftewel, de Wall of Summons. The Wall of Awesome Comments. Oké, nee. Ik kan er wel in editen, maar dat ja, ziet er niet echt uit. Dus, Oké, we hebben dus nog weer... Oké, Shawnee's Kitchen. Ik ben benieuwd hoe dat het in de keuken eraan toe gaat. Voor hoeveel mensen moet ik koken? Oké, daar ben ik en Zebi. Dus de stille jongen genaamd de Touwler. Verkeerde stem, ik doe Zelda stem. Het is de stille boy van de Touwler. Ik denk dat ik ook wel voor Zelda moet gaan koken. En dan hebben we jullie ook nog. Mok, Mokko, Mosha, Chimono, Momose en Morrison. Dus dan zijn we met 10 mensen. Oké. Tupo. Oké, dus als we voor 10 man zijn, dan zouden we dus zeg maar voor 10 moeten koken. Dus... Even kijken, laten we voor 10 gaan. Maar ja, aan de andere kant, als er eentje bij komt, misschien komt Abby hier nog terug, wie weet. Dan hebben we 11 mensen. Weet je wat, wij gaan gewoon voor 11, want wij vergeten Abby hier niet. Gewoon 11. Aardappel. Sorry, dit gaat heel erg fout. Aardappel, en we pakken pompoen en heel veel noten. La 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 la. Nee, sorry. Zou ik daar ook lopper ook in doen die ik in dingen heb gevonden? Nee, dat lijkt me niet echt smakelijk om er insect in te doen. Oh, dat was die moogle die dat zei. Maakt niet uit. Laten we starten. Ja, water, potato, noem maar op. Lekker koken. Je hebt een vis gevangen. Hij is zwaar. En help eventjes, want vissen zijn belangrijk. Dit is groot. Oké, we drukken op 3. 1, 2, go! Zie, daar is hij weer. Nee. Evier is terug. Sterker dan ooit. Ik mis Evier eigenlijk best wel in ons team op dit moment. Aangezien dat Evier best wel handig is. En ik bedoel, het is nooit handig om eigenlijk dus zeg maar... ja, 2 healers of 2 white mages zeg maar bij je te hebben. Die moogle heet Moko. Moko was heel erg trots op zijn baan als Edeljonwal beveiliging. Dus, maar ja, Shawnee heeft besloten om jullie de muur te laten zien. En nu is hij een beetje, dus zeg maar, een beetje chagrijnig. Maar wij zijn moogles, wij houden van Shawnee, serieus. En hij zal het wel snappen, dus. Waarom heeft deze wall protectie nodig, beveiliging? De Edeljon wall is beschermd door Shawnee's, bij Shawnee's Summoner tribe. Voor generaties. Summoner tribe? Ik ga Zelda eventjes krijgen. Ik bedoel, zij kan ook even... Is dat waar? Ja, Zelda kan ook summon. Ik ben zo bij je terug. Dus geef me even een seconde. Ik ben zo terug. Leef me... Oké. Zelda. Hey. Ga eens even met me mee. Ik moet je iets groots laten zien. Summon magic gedoe. Summon magie? Yep, het heet de Edeljon wall. De muur van awesome Edeljons. Weet ik veel wat. Dus Zelda is nou met ons meegekomen. Gezellig. Quality time met z'n tweetjes. Ik bedoel, ik weet dat de Touwler daar niet geïnteresseerd in is. Serieus, zolang dat het daar geen vuur uitspuugt en tundig stralen en alles. Dus, Gezondheid. Alsjeblieft, kom naar binnen toe. De Edeljon wall is deze weg. Nou, het ziet er in ieder geval heel erg schoon uit. Hmm.
Dit is de Eridium Wall. Als je nu naar links kijkt, dan zie je rechts niks. En kijk je nou naar rechts, dan zie je links niks. Nee, het is zeg maar een verzameling van schilderijen. De Summoner Tribe heeft ze daar neergezet en geschilderd. Vanwege research gedeuren. Dus al deze edeljons bestaan? Ja, Kupo. Kupopo. Dit is een heilige plaat voor de Summoner Tribe. Lady Shawnee komt hier iedere dag en die komt te bidden. Om dan hier ook nog eens een keer wierook neer te zetten voor haar grootouders. Welke is deze? Daar is Atomos. Atomos is degene die wij hebben gezien bij Limblum. Ik denk, zeg het maar heel even. Dat is Bahamut. Bahamut. Wat is een mis, Zelda? Ik. Ah, je leert het wel weer terug. Maak je geen zorgen. Je weet niet waar je over praat. Ik wil nog eventjes meer rondkijken. Oké. Succes ermee. Dan ga ik om deze paal heen lopen, omdat het kan. Hou jij de stand bij? 1. Oké, nee, dat is niet echt wat we hier moeten doen. Er is hier niet echt veel wat we kunnen doen. Je zou denken dat hier misschien een secret ligt of zo. Maar ja, er is hier dus zeg maar niet echt veel meer te doen. Dus wij kunnen net zo goed weer gaan. Dan komen we automatisch weer bij Shawnee's Kitchen 2. Je aas is niet zo goed. Je bent nogal bleek. Wit haar, rare kleding. Zeepie heeft me over jou verteld. Jij bent Kuja. Zeepie is op zoek naar een man genaamd Kuja. Ik heet Erwier. Oh, jij bent degene die Mok achterna zat op de weg hier naartoe. Ik ben Shawnee. Mok, nooit naar buiten komen wanneer dat hij buiten is. Kupo, het ruikt goed. Ga eens even aan de kant, jij. Niks op eten, hoor. Je vuur is een beetje aan de lage kant. Kun jij koken? Het is mijn doel. Het is mijn destiny. Het is mijn destiny Chinnenel. Om mijn weg te volgen als grote kok. Dit moet een hulp zijn van boven. Kun je mij helpen? Ik weet dat heel veel mensen in dit dorp leven. Oh wacht, mijn stem begint een beetje te lijken op die van Leroy. Dat is niet goed. Het is Zeepie's groep en de Moogles. En mij maakt 11 mensen. Is goed, totaal. Hé, hey, ik heb goed vooruitgedacht. Dankjewel even voor een compliment. Eigenlijk weet ik het al. De hitte is alleen maar goed genoeg om voedsel te maken voor 9 personen. Het is niet mogelijk voor iedereen te maken zo. Nee! Ik zal je een hele belangrijke les in het koken leren. Maak altijd meer dan je nodig hebt. Misschien komen er meer mensen. Misschien hebben je gasten heel veel honger. Je hebt, je bent goed bezig als je voor meer dan 10 mensen maakt. Is dit je enigste ingrediënt voor stampot? Chimomo heeft wat, aardappel opgegraven. Er is nou een probleem nog met de hitte. Hoe krijgen we meer hitte? Ik weet. Ik vraag Black Mage. Ik vraag hem om vuur te maken. Hij heet Taulig, ja. Taulen, niet Black Mage. Gewoon, ja. Oké, nou laten we eens even kijken hoe dat het daar dan in de keuken gaat. Want ja, we moeten toch daar maar naartoe. Waar heb ik uit te melden? Echt serieus, er zijn hier zoveel Moogles en we kunnen nog niet eens rustig hier ergens zeven. Zoveel Moogles, zo weinig zeeflogelegenheden. Hé, Taulig. Oké, dan kunnen we nou naar binnen. Kupo. Kupo, papo. Kupo. 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 Oh, dit ziet er geweldig uit. Kupo, papo. Kupo. Welkom, Zeepie. Pak een stoel. Zo, je hebt veel gemaakt. Wat was zijn naam? Erwier. Hij heeft me geholpen. Hij heeft je geholpen zonder te eten? Dat is geweldig. Tauler heeft ook geholpen. Hé, hey, als je komt voor vuur, dan bel je bij de juiste aan. Kom op, genoeg gelurtig, laten we eten. Hoe smaakt het?
Oh, de stamppot is geweldig. Ik bedoel, serieus, ik denk dat je een restaurant moet gaan beginnen. De vis is net goed, echt serieus. Hé, Shawnee, waar zijn eigenlijk alle andere summoners? Zijn ze verstopt onder de grond of zo? Ergens verscholen? Ondergrond? Ja. Ze zijn allemaal ondergrond. Ze slapen de eeuwige slaap. Wat? Ik ben de laatste overlevende van mijn tribe. Ik leef weer al met de Mongols sinds dat mijn opa is overleden vorig jaar. Oh, dat spijt me. Oh, maak je er geen zorgen over. Ik ben echt heel erg blij hier. 10 jaar geleden is, 4 jaar geleden toen ik geboren was. Wat? 10 years ago, which is 4 years before I was born. 10 years ago, which is 4 years before I was born. Dus jij bent 6 in dit spel? Natuurramp heeft het hier toe geraakt. Zelfs de survivors die hebben toen een behoorlijke klap gekregen. Mama en papa die zijn toen verliefd geraakt en hadden we een familie. Niet dat ik me herinner hoe dat ze eruit zagen. Want ze waren doodgegaan toen ik heel jong was. Oh, dat is een zwaar verhaal. Ik weet dat ik heel erg jong ben en al. Maar ik ben ook eigenlijk een heldin, of niet dan? Denk je niet? Weet je waarom dat ik hier ben in dit dorpje? Het was dat ik jou mocht ontmoeten, Zeepie. Mijn geweldige, mooie, vallende ster. Dat is een lijn van Lord Heavensplay. Wensen op een ster. Wishing upon a star. Oh, hoe wist je dat? Verdorie! Hoe wist jou niet? Ik bedoel, dit spel... Maakt niet uit. Ik heb honger. Oh, we zijn al klaar met eten. Zo, dat ging snel. Dankjewel. Ja, dankjewel, Shawnee. Dat was echt goed, zeker voor 6-jarigen. Ik bedoel, serieus. Als jij zegt dat jij 10 jaar geleden, wat 4 jaar geleden was toen jij geboren was, dan zou dus zeggen dat je nu 6 bent. Zie nou wel, wil je niet altijd mijn voedsel eten? Misschien. Hey, er is een heel andere spel wat ik eigenlijk wil vragen. Misschien? Dat is zo brutaal voor jou! Nou, well, excuse me, summoner. Zeepie, help me met opruimen. Breng de pot naar de keuken. Oké, maar eerst even schatkistjes openen. Haha. Oké, we hebben hier een oor. Hebben we nog meer schatkistjes? Zelda. Phoenix Finion, dat is altijd handig. Zelda. Er zijn zoveel oude boeken hier. Oh, zo kan ze aan dat boekje komen. Oké, maakt niet uit. Maar goed, we moeten dus de pot oppakken. En dat is nogal vervelend, aangezien dat... Ja, je moet aan de zijkant staan in plaats van aan de achterkant. Maar goed, je hebt dus die pot dan vast. Wauw. Al die borden erop. Nou ja, voor PlayStation 1 vind ik het nog steeds geweldige kwaliteit. Bij dat. Oh, bla bla bla. Dus, het was niet zelden alleen. CPU is ook heel langzaam. Deze twee, die twee die gaan nergens snel naartoe. Nou, dit is goed nieuws voor mij. Hé, hey, wat wil je het hebben? Zit er iets op mijn gezicht? Nee hoor, dankjewel Zeepie. Wil je het alsjeblieft daar neerzetten? Ja hoor, dat veden we uit, want ik heb geen zin om daar een animatie voor te maken. Zeg, Shawnee, weet jij iets over de Deku Tree? Wat bedoel je, de Life Tree? Ja, die. Ja, wat wil je ervan van weten? Ik wil er naartoe. Het is bewaakt met een Edelion. Je kunt niet naar binnen. Afgesloten? Heb jij het afgesloten, Shawnee? Nou... Hij is veel slimmer over sommige dingen. Het is allemaal begonnen voordat ik geboren was. Maar we hebben het bewaakt met een Edelion. En we konden hem niet meer oproepen bij de Life Tree. Dus nu hebben we een andere Edelion gebruikt om hem dan maar te gebruiken. Dus een Edelion die je niet op kon roepen. Interessant. Kun je die beveiliging, dat slot voor ons breken? Wat? Nee! Het is niks dat wij iets slechts willen gaan doen. Ik bedoel, serieus. Ik weet zeker dat we het wel aan kunnen of zo. Nee, ben je gek? Je wilt het echt niet doen? Nee! Oké, dan niet. Evier, jij bent bezig met vissen. Lekker blijven doen. Tot ze het even bekijkt. Zelda, we hebben een probleem. Nevermind. Is dat er nog een uitgeteken? Dat zit hier. Hallo. Oké, laten we even rustig lopen.
Ja, oh, daar. Shawnee, 3 jaar. En volgens mij kon je je leeftijd zien, maar dat weet ik niet zeker. Was dat niet bij status? Even kijken. Zepi, level, attack. Volgens mij kun je niet informatie over anderen vragen, maar... Ja, dan zou je een beetje dus zeg maar kunnen zien hoe oud dat sommigen zijn, dus... Ik denk raad aan dat je wel gaat slapen, omdat je gaat. Oké, laten we slapen. Makkelijker kan niet. Het is nacht, die je normaal alleen in cutscenes ziet. Oké, sorry. Ja, avond en nacht vind je alleen maar in cutscenes. Towler! Maat! Kerel! Ik denk dat het beter is dat we even gaan slapen voordat we morgen vertrekken. Wat denk jij? Ik probeer te stoppen met me zorgen te maken over dingen, maar het lukt niet. Ik weet dat je me hebt verteld dat ik er niet te veel over na moet denken, maar... Ja, maar dat komt omdat we zijn anders, Towler. Ik bedoel, kom op. Ik bedoel, je hoeft niet alles te doen zoals ik het doe, weet je wel. Ik wil stoppen. Ik wil hier niet meer over nadenken. Wat als ik maar je dat constant zo blijf voelen? Towler! Hey! In the end, it doesn't even matter! Oké, sorry, nee, maar... Op het einde, serieus, het is gewoon 2 keuzes die je maakt. Je doet het, of je doet het niet. Doet hij het, of doet hij het niet? Ik bedoel, serieus, je denkt echt alle problemen in de wereld... met alle problemen in de wereld zou je denken dat er meer antwoorden zijn. Dit is moeilijk te vertalen, joh. Het is niet eerlijk. So not fair! Oké, die kon niet missen. Maar dat is hoe dingen zijn. De keuze is aan jou, Zepi. Ik wil gewoon de mensen waar ik samen mee ben beschermen. Maakt niet uit of ik het kan of niet kan. Het is waar ik in geloof. Net zoals dat de echte Zelda-player, niet Zepi, maar Zelda-player, de motto heeft... Always happy to help and let's put a smile on that... Nee, niet zo duister, maar goed. Ik wist het, ik had gelijk. Zepi is de man voor mij. Rustig aan, maar leeftijdsverschil. En niet zo klein beetje, ook niet. Ik geloof dat Zidane, oftewel Zepi in dit geval, de leeftijd heeft van... 20 of 18, iets in die trend. En Shawnee is maar 6! Mijn keuze is gemaakt. Ik ga met Zepi. Hey, wil je een trucje leren om je gedachten ergens van af te halen? Oké. Hey, dit is een hele oude ritueel tussen mannelijke vrienden. Oh. Oké, Towler, kom hier. Zo, ja? Ik bedoel, serieus. Nou gaan liggen en moet je goed kijken naar de ster. Bling. Bling, bling. Bling, 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 bling. Bling, bling. Voor de mensen die raar aan het denken zijn, we zijn Pokémon aan het doen. Op de Game Boy. Onder de sterren. Ja, dat was de pling, pling. Dank je. Maar goed. Shawnee, ik wil je dadelijk nog wel terugkomen. Ik bedoel, ik zag eerst de Hedaljong Wall, was ik nogal een beetje bang. Maar, ja, ik ben naar binnen toe gegaan en ik heb de dingen gezien en ze hebben... Ja, het kalmeerde me een beetje. Ik wil meer zien. Ja, natuurlijk. We komen hier terug wanneer dat we de live tree hebben gedaan. Of de andere. We moeten wel terugkomen, want... en Erwier, ik bedoel, we kunnen hem hier niet achterlaten. Dus, kom je ook terug voor Shawnee? Ik bedoel, Shawnee is alleen maar 6 jaar oud. Ik bedoel, ze doet heel erg stoer en al, maar... Ik denk dat ze alleen heel erg eenzaam is. Ik bedoel, ze is 6! Ik heb hem nog niet gezien vandaag. Ja, je hebt gelijk. Kupo, Kupo. Kupo. Hey, Shawnee. Hey, je kunt de spelling over de dinges. Kun je alleen maar doen met een Hedaljong. Dus je gaat met ons mee? Wil je niet dat ik meega? Ja, natuurlijk wil ik dat je meegaat. Dat dacht ik ook, ja. Dus ik ga jullie team joinen voor een tijdje. Towler, Zelda, laten we plezier hebben! De Life Tree is aan de andere kant. Ja, we weten waar het is. En ik blijf het de Deco Tree noemen. Waarom ben je zo aardig tegen iedereen, Zepi? Wat bedoel je daar nou weer mee? Vergeet ook het vroeg.
Nou, gewoon. Ik vind het leuk om mensen te laten lachen, mensen te entertainen. Is daar iets mis mee? Always happy to help. Ik bedoel, er is al genoeg aantanheid in de wereld. Ah, oh, maar ja. Maakt niet uit. Dus, alsjeblieft, kijk uit achter Shawnee. Serieus. Ik bedoel, kom naar ons toe als er enig probleem is. Ah, maak je daar geen zorgen over. Towler, heb jij ook al een oplossing gevonden voor jouw probleem? Nog niet echt. Maar we blijven doorgaan. We zullen doorgaan. Als water uit de kraan. Ja, we zullen doorgaan. Oké, nou, buiten dat. Dus we hebben een heleboel verhaallijn al eindelijk achter de rug. Er was een heleboel storylijn. We hebben dus heel veel geleerd over Shawnee. Die is pas 6! Serieus? Maar goed, buiten dat, laten we hier heel eventjes rustig zeven. Ik dank jullie voor het kijken naar de aflevering. Morgen gaan we, ik denk verder, ik weet niet zeker, maar ik wil even kijken misschien dat we gaan livestreamen. Want ik heb namelijk een verrassing in petto. Mocht ik daar op tijd mee klaar zijn, ligt eraan dus. Ligt aan, ligt uit, ligt aan. Moet ik heel eventjes nog naar kijken. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Final Fantasy 9. Doei!